Bonjour et bienvenue sur Albert's for Kids. Nous allons faire l'atelier numéro 10. Mais cette fois, c'est pas nous qui allons faire l'activité, hein, Alex? Ouais, nous sommes en compagnie de Sabine depuis la Hollande qui me reçoit, je crois. Hein, Sabine? Welcome by Albert's for Kids. Workshop nummer 10. Meisjes, wat gaan we vandaag maken? We gaan vandaag kerstkaarten maken. En wat hebben wij daarvoor nodig? Lijm, een schaar en een stift en twee kleuren papiertjes. Wat gaan we met de blaadjes doen? Je kiest er eerst eentje uit die je onderop wil. En eentje die je bovenop wil. En die je graag onderop wil, die vouw je één keer dubbel. Dan vouw je de andere ook nog een keertje dubbel. Netjes op de lijntjes. Nog een keertje. En dan vouw je hem open. Dan knip je deze door midden. Op de lijntjes. Als het goed is, heb je dan dit. En dat komt dan op de kerstkaart. En hier ga je iets optekenen. En die... Nu gaan we iets tekenen voor van kerstmis voor op de kerstkaart. Bijvoorbeeld een bal of een boom. Of een krans. En probeer dikke lijntjes te maken. En nu ga je deze in reepjes knippen. Doe maar mee. Zijn er uiteindelijk denk ik best wel veel, maar net. En nu pakken we deze weer bij. En die probeer je hem erop te plakken. Maar probeer het wel een beetje schuin te doen, anders heb je precies hetzelfde. Ja. Oh. Het is misschien soms ook wel handig om dat toch nog even een blaadje om het zo te doen. Want anders komt het op je kerstkaart. En dat is niet handig. De reepjes heb ik uitgeknipt. En kan je ze erin opplakken. Maar laat ze een beetje verspinnen. Want dan is het niet precies hetzelfde. Dat is niet zo leuk. En doe maar mee. Wat je bedoelde met spinnen is eigenlijk dat je een stukje overlaat. Zodat van niet... Op een rechte lijn. Dus eruit en dan weer een beetje aan die kant. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb het een beetje verkeerd gedaan, maar dit kan wel. Dit is eigenlijk ook precies de goede hoogte. Dit is het eindresultaat. Misschien kan je deze mooie kerstkaart misschien nog maar op een oma sturen. Of mensen die alleen zijn met kerstmis. En bijvoorbeeld, hier kan je iets inschrijven. Want er zijn best wel veel mensen die alleen zijn. Met kerst. En dat is natuurlijk niet leuk. Want dat kerst hoort niet bij kerst. Want kerst vier je altijd samen. Als je ook een mooie kerstkaart hebt gemaakt, stuur hem dan op naar Albert's for Kids. Et merci Sabine pour ton workshop numéro 10, tu nous as beaucoup inspiré. Et nous aussi, nous avons fait des œuvres de Albert's for Kids. Et partagez toutes vos œuvres sur hashtag Albert's for Kids. On vous attend.